Hallo. Ik moet even op mijn telefoon kijken of ik nu ook bij de Recavi beeld heb. Nou, zo te zien Angelique Broekhuis, Tineke Zuidam, Sandra. Dan kom ik nu dus door. Ik ben nu via mijn eigen Facebook aan het opnemen, omdat ik hem anders altijd nog een keertje moet delen. En dat is, moet ik hem altijd eerst weer helemaal uploaden, streamen. Krijg ik nou die klapjes omdat ik het goed doe dan? Of Sandra? Of. Hallo? Gezellig? Ik heb vandaag weer een kaartje. En het is vandaag een Center Step Card. Ik weet niet hoe ze aan die namen komen. Ik heb. Ik zag hem in eerste instantie op de Joyfolder van deze maand. En ik vond hem heel erg mooi. Ik heb zelf nog geen voorbeeld gemaakt. Dus dat is ook. Even afwachten hoe die gaat worden. Dit is hem in ieder geval. En toen was ik dus van de week. De hobby en zo aan het kijken. En wat is daar nou? Daar staat ook de kaart in. Even kijken of ik hem snel kan vinden. Dan neem ik jullie gewoon even heel snel mee door het blad heen. En toen dacht ik van, nou ja, vind hem zo toch eigenlijk iets minder. Maar hier staat wel het patroon in. Op pagina 75. Zoek wat makkelijker, hè? Ja, ik mag hem helaas niet kopiëren, want hij is alleen voor particuliere doeleinden. Hallo Marie, leuk dat je er ook bent. Oh, Helene, is dat zwaaien wat Sandra doet? Nou, zal ik ook even zwaaien dan? Dit patroon, dat past wel helemaal precies. Op de kaarten die ik ga gebruiken. Dus ik heb wel die maten gebruikt. En zoals je net al zag van. Dini van der Beek, ik had jou ook al gezien. Er zitten wel hele mooie vellen zitten erbij in. Ik had er natuurlijk al eentje voorbereid en toen zag ik deze. Ik denk, nou ja, die had ik natuurlijk ook kunnen gebruiken. Goed, ik ga dus dan ook verder de stempelset gebruiken die hierbij wordt geleverd. Ik zal even de dingen even eronder weghalen. Stempels met een mal en een embossing folder. De embossing folder heb ik ook gebruikt. Het is gewoon een kleine, smalle. Nou, dan moet ik even mijn. Goedenavond, Leentje. En Antoinette Jets ook. Dus die kan ook door de kleine, smallere machines heen. En dan dacht ik in eerste instantie, ik doe er een beetje een omdat er kabouters op staan en dingen. Ik had een knipvel erbij gezocht. Deze was het geworden. Ik had het plaatje ook uitgewerkt. Ik heb daar mijn designpapier op uitgekozen. Alleen ik zat vandaag zo te twijfelen met het warme weer. Ik denk, ga ik een herfstkaartje maken? Zelfs Desiree Jets doet mee. Hallo Desiree. Dus ik ben toch maar even van dit plaatje afgestapt. Van dat plaatje afgestapt. En wat er bij de hobby en zo zit, is dat je ook knipvellen kan downloaden. Nou, ik heb deze dus al uitgeknipt. Deze is gedownload en geprint. Niet hele goede kwaliteit, maar ik moest het even heel snel doen. Dus nu ga ik dit plaatje gebruiken. Nou, ik zal zo meteen zien dat ik niet het hele plaatje gebruik, want dat past natuurlijk weer niet in het modelletje wat ik aan het maken was.
Oh, ik moet de stempel niet helemaal wegleggen, want die hebben we zo meteen nog nodig. En omdat ik nu dus met die kaart bezig was aan het maken, zag ik ook, bedacht ik me ook in één keer dat het een mal is van de Dutch de Bedoe. En die is net heel iets groter dan deze. Kijk, hij komt er net. Nou, wat is het? 5 millimeter, een paar millimeter, 5 millimeter is die grote. Maar soms is het voor dit oplegvel, voor dit gedeelte, is het wel makkelijker om deze te gebruiken. Ik gebruik hem vandaag zonder de Dutch de Bedoe mal. Ik ga gewoon van de maten uit die ik hier voor mijn eigen heb opgeschreven. Nou, en ik maak hem dus dan weer uit een langwerpige kaart van, wat was die ook weer, 13,5 bij 27. Dus gewoon een standaard vierkante kaart eigenlijk. En dan gaan wij aftekenen. Even kijken, 2,5 centimeter. En dan is die 5 centimeter. En hij is 16 centimeter. En dan gaan we 2,5 centimeter rillen. En dan ga ik eerst even een streepje zetten. Even kijken. 2,5 centimeter. Dat ligt niet helemaal goed. Tot daar. 1, 2,5. Even mijn ril. En dan heb ik daar de 5 centimeter afgetekend. Die ligt zometeen gelijk aan mijn mat. En daar wordt ook gewoon weer 2,5 centimeter. Tot daar. En die was tot de 11. Ik heb hem daar niet helemaal gelijk aan het papier liggen. En die gaan we ook rillen. 2,5 centimeter aan de bovenkant en 2,5 centimeter aan de onderkant. En dat gaan we ook bij die doen. En de onderkant ook weer 2,5 centimeter. Die streepjes heb ik zo meteen ook weer nodig om het deel door te snijden. Rillen aan de onderkant en aan de bovenkant. Oh ja, 2,5 centimeter. Even kijken. Mijn liniaal heb ik hier zo weer 2,5 centimeter. Even kijken. Deze lijn is bij mij 2,5 centimeter. En dan kan ik hem hier zo gewoon afsnijden. En dat wordt 2,5 tot 16 centimeter. Oh, mijn liniaal verschuift. Oh ja. Even kijken, daar zat het streepje wat we net hadden afgetekend. En tot daar moet ik snijden. En die lijn heb ik weer aan mijn papier liggen, dat ik daar een rechte lijn zet. Nee, Antoinette, hierboven is het niet zo heel erg warm hoor. Maar ja,
Je vraagt het ook aan mij, hè? Ik moet zeggen, ik liep vanmiddag even naar de supermarkt. En toen ik terugkwam, toen had ik wel zo even van, ja, nu heb ik het wel even warm. Maar ja, sommige mensen zijn ook gewoon heel snel weer afgekoeld. Even kijken, nou moet ik hier nog een lijn rillen. En die moet ik rillen op, die is op 13,5 centimeter. Dus ik ga daar langs die lijn. Even 13,5 kan nooit. Ja, dat kan wel. Ja, dat kan wel. Waarom had ik nou zo'n gevoel dat het niet kon? Nou ja. En die gaan we ook weer even rillen. Even. Liniaal ging weer verschuiven. En dan zijn de rillijnen weer even vouwen. Doe ze nog even niet gelijk heel strak vouwen. Even kijken, ik heb daar niet helemaal goed gesneden. Ja, Tineke, dit gaat ook veel makkelijker met de snij- en rilding. Met zo'n apparaat, maar ik moet zeggen, ik heb hem zelf nog niet aangeschaft. En even de vouwen mooi strak maken. Kijk, daar ligt er ook nog één. Moeten we ook nog even wat strak maken. En dan heb je zo de kaart. Hoi Petra. Om nou hetzelfde probleem als wat ik de vorige keer had te voorkomen, pak ik even mijn kaart die ik al klaar had liggen. Omdat ik daar designpapier heb op afgesneden. En vorige keer had ik ook net iets dat mijn papiertje net niet. Wat is de foei, Petra? Voor deze zijkanten heb ik een designpapier. Even kijken, die had ik ook bij de hand. Deze heb ik gebruikt. En ik heb niet het pakketje. Ik heb niet het pakketje waar die van is. Even snel kijken of ik erbij kan. Nee. Hier heb ik in ieder geval de bloemen van de zijkant heb ik hier zoveel mogelijk gedaan. En dit gedeelte heb ik aan de binnenkant gedaan. Dus dan krijg je dit. Maar je ziet gelijk wat ik erop gestempeld heb. Ik heb ook twee bruinerige. En dat kwam omdat ik nog steeds met dit plaatje bezig was. Twee bruine onderkanten. Die gaan daar gewoon liggen. Deze heb ik al iets met de distressor gedaan. En met de bruine inkt. Deze heb ik daar nog niet mee gedaan.
Dus Tineke, ik moet hem toch een keertje gaan aanschaffen, die railsnijmachine. Oh ja, Petra. Ja, ik heb nog zo'n hele oude. Zal ik hem eens even tevoorschijn halen? En dan is het zonde. Kijk, ik heb gewoon nog zo'n hele oude. En daar zit dan weer geen railding aan. Maar ja, dan is het nog wel even zonde om gewoon weer. Gewoon zomaar die oude weer te laten liggen. Hier ga ik staan nog even op stempelen. Deze kan ik al wel vast even vastplakken. En zo te horen moet ik zo nog een ander lijmding pakken ook nog. Ja, Marie, die heb jij. Zo'n snijrilmachine daar, die bedoelt Tineke, ja. Ja. Ik moest even een klein potje pakken. Even kijken of die ook al gelijk open is. Ik hoop het wel. Even een. Nou, ik denk het niet. Natuurlijk. Dan gebruiken we die zo dadelijk. Dat gebeurt ook altijd tijdens het werk, hè? Nee, Marie, ik heb Gerda nog niet gezien. Als Antoinette het goed heeft uitgelegd, dan zou ze mee kunnen kijken, maar. Even kijken, wat was ik aan het doen? Die komen daarop. Hier heb ik natuurlijk ook een onderkantje voor gemaakt. Die kan ik ook alvast even vastlijmen. Deze heeft natuurlijk weer een iets groter gaatje dan dat ik gewend ben. Dus even weer iets opletten. Wat er nou bij die Dutch Double Do Mal is. Bij deze, dan heb je dit oplegvel. Die wordt hier dan met zijstukjes meegedaan. Uit de hand wil natuurlijk ook wel. Maar ik heb het nu gewoon even anders opgelost. Hier moet ik zo dadelijk even opstempelen. Ga ik spiegel opstempelen. Spiegelend opstempelen. Zoals ik hier met de kaboutertjes heb gedaan. Oh, is te hoog. Dit kaboutertje zit in de verpakking. En dan ga ik die ook proberen op die kant te stempelen. Even kijken waar ik de. Even kijken, dat doe ik met een mixed media plate. Was voor mij ook de eerste keer. Dus het kan best zijn dat het op een andere manier gedaan moet worden. Ja, Marie, Angelique, die is er wel. Nou, Marie, ik weet niet of je het berichtje van Antoinette leest, maar Gerda is.
weet niet zo heel erg goed of kan het niet voor elkaar krijgen om de live mee te kijken. Dus zij kijkt hem gewoon achteraf. Is ook een mogelijkheid, want hij komt ook na die tijd gewoon op YouTube te staan. En hij is hier natuurlijk bij de Rekawi op de Facebook. Is die achteraf te bekijken. Dan had ik die stempels bij de hand gehouden. En dat heb ik ook. Hij wordt even mijn kaartmodel. Liniaal heb ik even niet meer nodig, denk ik. Dit is de kabouter. De kabouter. Doen we even op een. Ik heb van de week met de archival inkt gebruikt. Leida is er ook. Alles goed, Leida. Ik beinkt hem eerst. En dan stempel ik hem op de plaat. Op de... Ik ga me niet vragen hoe dat ding heet. Mixed Media Plate. Ja, Angelique is helemaal gek van stempelen. Die heeft zaterdagavond bij mijn moeder zitten stempelen. En volgens mij kan mijn moeder nu geen pensioenstempel meer gebruiken. Nou hoop ik dat die in één keer heel erg mooi erop terecht is gekomen. Een beetje afvegen. En ik wou hem op dat plaatje hebben. Even. En dan leggen we dus. Ik heb hem over zo gestempeld. Over zo heb ik hem gestempeld. En dan leg ik hem op zo op papiertje neer. Daar waar ik hem ongeveer wil hebben. En dan denk ik dat hij daar wel past. Ik heb ook geen idee of het op een andere manier moet. Ik heb het gewoon gevonden. Ik kan jullie laten zien hoe ik het doe. Kijk eens. Dat is toch leuk? Dan heb je gewoon je stempel in spiegelbeeld. Even het stempeltje eraf halen. Andere kant weet ik nog niet helemaal zeker of die... daar ook gestempeld wordt, want daar had ik een tekst gepland. En dat wordt de tekst van de Timeless Flowers. Hartelijk gefeliciteerd. Je gaat je nu afvragen waarom ik de stempels ook niet in zo'n mooi hoesje heb zitten. Omdat er mij meestal wordt gevraagd welke stempel ik gebruik. Hallo Jannie. Ook een gezellige dag gehad vandaag. En Leida, goed. Lekker dat je weer thuis bent. En deze had ik eigenlijk zo willen stempelen. Even vastplakken. Nou, en ik heb dus al wel gezien. Zaterdag had mijn zus dus de stamping buddy van mijn moeder te pakken. Nou, al heb ik een goedkope versie. Ik denk dat ze die van mij niet in handen mag krijgen. Even. Ik zit er natuurlijk net even aan de verkeerde kant. Vandaar moet ik natuurlijk even. De tekst is wat langer dan. Zij moet iets omhoog, want hij gaat er natuurlijk ook onder. Ja, hij staat open dus. Wat ik altijd lastig vind is dat die dingen zo flexibel zijn. Flexibel, je hebt dan een heel klein randje. En naar mijn idee zit er dan net iets van een bochtje in. En dan, nou ja. Oh, ik heb hem ook nog niet bruin gemaakt, zie ik. Ik heb hem net wel gedistressed.
maar niet bruin gemaakt. Kijk, ik heb het idee dat dat net dan weer even in een... niet helemaal recht ligt. En dan doe ik het zo, hè. Even iets bij. En daar gebruik ik de zwarte inkt voor. Nou, nou kan ik je wel zeggen dat hij niet recht op het papiertje komt. Nou ja. Nou ja. Handwerk, hè? Angelique wil een workshop bij mij komen doen omdat ik een simpele buddy heb. Oh. Die moet nog even een keer, want ik vind hem niet duidelijk genoeg. Zitten jullie nu allemaal in de tuin naar het filmpje te kijken? Want ik weet namelijk dat Angelique dat wel doet. Die moet volgens mij zo meteen weer gaan werken. Kijk, dat is wat duidelijker. Dat is leuk. Even een vochtig doekje over mijn... Nou, Antoinette, Angelique had op een gegeven moment de stempel op de kop op de buddy zitten. Dus eigenlijk, ze was niet aan het stempelen met deze kant, maar ze was aan het stempelen met die kant. Kijk. Die komt daar. Stempel ruim ik zo wel even op. Oh, die moet ook nog even. Ik had deze stempel. Een fijne dag had ik ook nog even gepland. Die kan zo dadelijk nog wel even. Die komt daar zo meteen op. En daar wou ik nog even een paar vlindertjes op maken. Waar heb ik dat op gezien? Ik weet niet of het... op deze kaart hebben ze dat. Ik denk, ja, zulke kleine vlindertjes heb ik niet. Ik denk, maar... met de handlettering tegenwoordig moeten we toch wel gewoon wat kunnen doen, hè? Oh, leuk, Helene, dat je weer gelijk meedoet. Verder binnen op de bank. Ik heb er ook even een testje heb ik er gemaakt. Okay, ik ben natuurlijk niet gewoon zo van dat ik gewoon gelijk ga doen. Gewoon even een paar stipjes. Misschien even niet helemaal duidelijk in beeld dat het net even iets te ver is. Ik zal het zo even laten zien. Draai ik hem op de zijkant en zet ik een hartje. En een hartje naar de onderkant. Dan maak ik even zwart. En ik geef hem voelsprietjes. Dan ga ik hier ook weer even een vlindertje maken. Dan geef ik ook voelsprietjes. Oh, dan wil ik er daar ook nog eentje hebben in het hoekje. Ja, Tineke, er zijn twee hartjes tegenover elkaar. Als ik het papiertje overdwars leg, is de eentje recht eigenlijk en eentje op de kop. Even kijken, ik wil dus hier ook nog eentje hebben. Ik zal hem zo even van dichterbij laten zien. En dan heb ik een stipje tussen gezet.
Even kijken of het voor jullie zichtbaar is. Even een ander hulpmiddeltje afdoen. Even kijken hoe die... Zo wel, hè? Ja. Dus eigenlijk twee hartjes. Ik heb hem hier even wat groter gemaakt. Dus dit is een hartje en een hartje op de kop. En dan heb je toch een leuk vlindertje zelf gemaakt. Ik moest toch iets een versiering aan die kant hebben. Nou, en die gaan we ook even vastplakken. Oh, dus ook bijna op de kop plakken. En het bruine papier heb ik op 2,3 centimeter gesneden. En dan heb ik het opliggende strookje heb ik 2 centimeter gesneden. Zodat je net iets een heel klein randje ziet. Nou heb ik voor de onderkant heb ik de embossingmol gebruikt. Even kijken naar deze. Ik heb gewoon het witte papier ertussen gedaan. Ik heb het witte papier wel iets nat gemaakt. Neem toch iets, altijd iets mooier de structuur op. Volgens mij is het ook wel heel duidelijk te zien. En ik heb met de groene inkt... ben ik er overheen gegaan. Gewoon heel zachtjes er overheen gegaan. Dat het witte er net vanaf is. En dat de bomen net wat meer gedetailleerd worden. De onderkant heb ik iets met een bruine rug gedaan. Om het bruine toch weer even iets terug te laten komen. En omdat de boomstammen toch weer wat bruineriger zijn dan groen. Deze ga ik hier op plakken. En hij is natuurlijk te groot, maar het overtollige knip ik zo meteen gewoon af. Even kijken. Moet ik hem eerst opplakken of moet ik eerst die opplakken? Even kijken. Ik ga eerst deze opplakken. Dan zie ik wel hoe ver die andere. Daar ben ik aan het testen geweest. Dat elfje heb ik ook in spiegelbeeld gedaan. Zoals ik net dat kaboutertje voor heb gedaan. Het elfje zit er in. Zit er die kant op. En ik had deze boomstam. Ja, en dan zou ze net aan de andere kant komen te zitten. Zoals die. Alleen omdat ik het plaatje daar had liggen, ging dat dus niet helemaal mooi worden. Dus vandaar dat ik aan het spiegelstempelen ben gegaan. Ik weet niet of het zo heet. Daarom heb ik dat elfje ook de andere kant op kijken. Oh. Even iets minder. Kijk, en dan ga ik deze hier onderop plakken. Als ik hem iets verder naar beneden wil hebben. Zo.
Die komt daar gewoon zo op. En als die even iets droger is, knip ik hem daar gewoon af. Want hij gaat nu te veel heen en weer. Dat doe ik zo dadelijk even. Ik had natuurlijk voor het andere plaatje had ik gekozen. Is het plaatje van de knipvel die te downloaden is bij het hobby en zo blad. Alleen, nou paste die net weer niet bij mijn creatie, dus ik gebruik de tweede versie. Die. Alleen ik ga zo meteen nog wel die boom uitknippen om ook nog daarachter te zetten. En ik heb het stansje gebruikt die hierachter komt. En daar ga ik nog even een tekstje op stempelen. Deze tekst die ik al klaar had liggen. Kijk, ik had dat natuurlijk. Even kijken. Ik had dat zo klaar liggen. Dan had ik het zo klaar liggen. Op zich kan het wel. Maar toch ga ik voor die andere. Ik ga voor deze. Even wat over elkaar heen leggen. En dan heb ik nog een oude pons gezocht. Heb ik roze vlindertjes gemaakt. Ik heb gewoon weer een oud stukje papier gepakt. Heb ik roze met de inkt heb ik dat roze gemaakt. Nu een hele lichte. En het is een oude clip punch. Nou. En even iets een donkerder randje maken. Die heb ik met het roze wat bij het jurkje komt. Daar laat ik dan het vlindertje weer op aansluiten. En omdat ik ook wel daar die vlindertjes had getekend, vond ik het ook wel leuk om een vlindertje terug te laten komen. Om het roze toch weer even iets. Ik had er natuurlijk even een paar gemaakt. Die ga ik daar ook op plakken. Nou ja, dat geloven jullie wel, hè, dat ik dat kan. Deze is trouwens ook nog een stencil die bij dit setje op zit. Even ruimte maken. De stempel die komt daar zo op. Heb ik uit bruinig karton gemaakt. En dat is deze stencil. Mal. Wat vind je lief Marie? Het plaatje of... Deze is nu van Yvonne Creation, maar ik zag dat die ook heel veel lijkt op de mal van Janine's Art. Als ik hem ernaast leg, lijkt het toch best wel heel veel op. De gaatjes zijn wat kleiner, maar ja, het malletje is ook kleiner. Deze heb ik ook gewoon uit wit papier gestanst. Achterkant is gewoon wit en die heb ik met bruin. Roestverf heb ik er overheen gedaan met glittertjes er doorheen gegooid. Dus als je deze mal te klein vindt, je vindt hem leuk, is deze landscape van Janine's Art. Is het ook, alleen die werd te groot voor mij. Ik had nog wel even gekeken om hem erop te doen. Die ga ik zo hierop stempelen. Ik ga de vlindertjes ga ik erop plakken. Ik ga zo dit nog even afknippen en dan laat ik jullie zien hoe mijn kaart is geworden. Ik zie graag ook hoe jullie kaartje eruit is gekomen. Als jullie mee zitten te doen dan natuurlijk, of als jullie hem maken. En ik kan natuurlijk ook, omdat ik hem zelf heb uitgetekend, voor degene die het patroon willen hebben...
Ik zet hem niet op de Regabi omdat het officieel niet mag. Omdat hij voor particuliere doeleinden is. Wil ik wel een e-mail sturen met de scan van dit patroon erin. Dus. En alles wat ik natuurlijk tijdens de live altijd gebruik, is ook altijd via Rekawi te koop. Nou, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te kijken. Ik vind het altijd heel erg leuk om te doen. Het is altijd wel weer een uitdaging welke kaart ik ga maken. Of wat ik moet gaan maken. Ik zoek altijd ook wel iets wat ik zelf leuk vind. Nou, ik hoor graag van jullie of jullie het leuk vonden. Ik zie graag jullie kaarten voorbij komen bij de Rekawi. Bij de vrienden voor Rekawi op de Facebook. Nou, ik zie al dat jullie het een leuke kaart vinden. Misschien is er iemand die een bestemming voor deze kaart weet. Laat dat weten. Als jij nou denkt, of als je hem zo meteen afziet en je denkt van, hé, dat is wel een leuke kaart voor die en die. Bij mij komt die denk ik in de kast terecht. En ik stuur hem graag naar iemand die het kan waarderen. Nou, wens jullie een fijne avond en geniet toch van het mooie, warme weer. Want ik heb gelezen, over 23 weken zitten we alweer bij de kerst. Fijne avond, dankjewel voor het kijken.